is de GroenBurner Motorpodcast. Aflevering 31 is dat dan. En die gaat Joost presenteren. Ja. Nou ja, het begin in ieder geval. Wat voor onderwerp hadden we ook alweer? Wacht even, de telefoon uitzetten. Oh, dat kan je van Arno dan weer te weten komen. Nou, Arno, doe jij het even. Ja, dus... Zo, voor de mensen die voor het eerst luisteren, wij zijn Iwan van der Valk van Nieuwsmotor, Joost Overzee van Kickstart en Arno Jaspers van Maxmoto. En vandaag gaan we het hebben over motorfietsen waar we onlangs mee gereden hebben. Namelijk te beginnen met... Doe we elke een, keer, een ongelooflijk PK-kanon. Oei, oei, oei. De MT-NR 125 van Yamaha. Oh, daar, ja, waar wij het samen wat doen. Is er nou voor iets raars? dit vind ik echt iets heel raars. En ook voor de mensen die dan luisteren en kijken. Ja. Weet je, wij komen, en ook dat voorrecht hebben wij, dat enorme voorrecht om op alle motoren te rijden en dergelijke. En diezelfde mensen, zoals wij, gaan naar een 125cc introductie. En je ziet meer lachende gezichten dan je ooit op een superbike-introductie ziet. Ja, we maar hebben de, altijd ja, de grootste lol bij 125cc. Dat is wel een ding. Maar waar ligt dat aan? Nou, dat kan ik je heel makkelijk vertellen. Ik was er niet bij namelijk. Ja. Ik was wel bij de beroemde CBR 125. Daar lag het aan. Iwan was er niet bij. Zoek even. We hebben het al eerder over gehad. En bedankt, hè. Ja. Nee, maar inderdaad. Ja. Dus, maak je verhaal af. We hebben het wel eens eerder over gehad. Uiteindelijk is het zo dat je zo'n 125, je lach je jezelf continu helemaal gek. Je zit gewoon te giechelen in je helm op zo'n ding. Maar dat komt omdat je met een hele hoop gasten op allemaal dezelfde frikandelletjes zit. Waar allemaal niet al te veel gang in zit. Dus je zit altijd bij elkaar te klooien. En daarom is het lachen, slipstreamen, gekkigheid. Ja. Alleen dan in je eentje op de A2, op een koude zondagmorgen, vind je jezelf terug op zo'n ding. En dan denk je, wat vond ik ook weer leuk aan deze motor. Ja. Maar tegelijkertijd, ik stel je gelijk een tegenvraag. Ik bedoel, jaren geleden waren wij op Sepang met ZX6'en. Oh ja, ja, ja. En dan rij je bij wijze van spreken in hetzelfde groepje en heb je die lol niet. Nee, klopt. Omdat het veel te hard gaat en je bent veel te druk met de motor en jezelf. En op zo'n 125 heb je de tijd. Waarom koopt niemand dan in Nederland een 125? Los even van de rijbewijs. Nou, waar? Iedereen koopt tegenwoordig op het circuit, kopen ze gewoon een S1000 RR. Want daar plug and play gassen met dat ding. Ja. Maar eigenlijk meedoen in de R7 Cup van Yamaha, dat zou ik veel meer mensen aanraden. Want dat is weer een beetje... De SV6,5 Cup heb ik ooit nog in gereest. Mm-hmm. Gigantisch leuk. Ja. En de R125 Cup gewoon. En maar de R125 daar Cup. Is het nadeel dan weer dat die R125 Cup zo gedomineerd wordt door echt jonge racetalentjes, die dan meestal ook nog eens 15 kilo wegen. Rotkinderen. Rotkinderen. En op zo'n R125 maakt dat het gewichtsverschil. En die zijn op kartbaantjes, denk ik ook. Nou, toevallig was twee weken geleden was ik daar. Op een kartbaan Assen. Ja. Omdat ik uitgenodigd was om voor de Poegshop Racing Cup mee te rijden. Om maar eens wat te noemen. Weer even heel wat anders. Stap je van de Street Fighter gelijk op zo'n ding. Ja. Maar daar rijden natuurlijk ook die R125 Cup. En natuurlijk de NSF van de firma Molenaar. Ja. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik nooit zo'n weekend had meegemaakt. Maar ik heb me verbaasd en ik heb genoten. Zo verbaasd gewoon door het feit van hoe ongelooflijk professioneel dat dan opgezet is. Mm-hmm. Weet je wel, met al die machines, al die... die poegmaxies? Niet eens de poegmaxies, maar dan heb ik het over de R125 en de NSF vooral. Ja. Ja. Al die motoren NSF is goud. Keurig verzorgd en dergelijke. En aan het eind van de dag staan die gastjes, die staan ook gewoon hun motoren gewoon te poetsen. Hun NSF 100 te poetsen. Ja. En denk van, dat vind ik echt super. Zie je die helm daar, die rechtsboven, die zwarte? No? Van de NSF, 100 Cup. Ja? Alvast gewoon nog. Nou ja, dat is. Ja. Dat is echt super leuk, super goed verzorgd. Ja, maar even terug naar de Yamaha's. Terug naar de Yamaha's. Ja. Je ziet dan ook bij die R125 Cup, daar wordt ook echt keihard gereden. En leuk gereden ook. Ja. Maar goed, dat is het circuitgedeelte. Laten we even net iets harder dan wij reden op de 125's. Ja. Jezus. Was het ook op circuit dan? We hebben ook een stukje op circuit gereden. Cool. De R125 was voornamelijk op circuit en dan het laatste stukje op de weg. Maar we zijn begonnen... In ieder geval, we zaten in dezelfde groep. Hè. We zijn begonnen met de MT-125 op de weg. Ja, en dat was eigenlijk ook al een mini-MT-cup op de openbare weg dan. Ja, dat. Maar was weer lachen. En daarnaast ook gewoon echt een goed ding. Want ik weet, in Nederland, 125 cc's breken hier niet door om verschillende redenen die allemaal eigenlijk terugkomen op geld. Want rijbewijzen zijn te duur en te moeilijk om te behalen. En we moeten er ook eerlijk over zijn. Ik weet de prijzen nu niet meer van buiten, maar het is niet goedkoop.
voor nee. Als je het gaat vergelijken met grotere motorfietsen. Kijk. Ja, als je puur naar de specs gaat kijken, dan kan je misschien een beetje teleurgesteld zijn. Maar voor mij blijft het wel de ultieme opstap naar echt motorrijden. Want het is gewoon echt motorrijden. Hè. Je bent aan het schakelen, je hebt de snelheid, je hebt vooral de stabiliteit, grote wielen, veiligheid van een grotere motorfiets. Alleen ja, nog niet de power. Maar, weet je, dat is het punt. Want ik heb gisteren inderdaad dan het verhaal dan gemaakt over die over de R125 voor Kickstart. Mm-hmm. En ja, dan ga je toch even kijken. En die sponsoren toch de Kickstart, die cup of zo? Zeker, zeker. Zeker. Okay. Dus je krijgt hier gewoon geld voor? Niet een beetje. Ja, nee, This program was sponsored by Kickstart. Maar zo'n ding... Rennie maakt het geld over. Zo'n R125, die kost gewoon 7 mil hè, ja. In Nederland. 7 mil? 7 mil. En dan ga je kijken. En op kenteken wel? Ja. Ja, ja, dat, ja. Oh, ja, ja, okay. Maar dan kost een R3 is €800 duurder. Ja, en een R3 heeft dan 42 pk. Ja. Mm-hmm. Ja. Maar moet je ook wel een A2-rijbewijs bij rekenen, et cetera, et cetera. Tuurlijk, dat is allemaal waar. En je moet dan geduld mm-hmm. hebben natuurlijk. Als 18-jarige, ik zou daar, zoals ik mezelf ken in mijn puberjaren, mm-hmm. zou ik er echt moeite mee hebben om het geduld op te brengen om dan later nog een R3 te kopen. Want ik wil gewoon die fucking R125 hebben. Want zo'n motorfiets, ik vind ook, weet je kan het niet een frikandelletje eigenlijk noemen of een motorfiets. Ik snap het wel. In de volksmond praten we over een 125-je. Maar goddomme, het is wel een volwassen ding. Zo'n R125 met een mooi TFT-scherm nu erop. En zo. Echt? En ook een interface dat je hem in de race-modus, rondetijden, hellingshoek en zo allemaal. Dus je kunt je voorstellen gewoon dus dat... Hellingshoek vanuit het dashboard of vanaf je telefoon? Want dat telefoon. Je ma speelt telefoon. Daar vaak vals mee, vind ik. Ja, ja oké. Okay. Het is geen full IMU zoals op de R1M. Nee, okay. Dat niet. Het is maar, wel, zelfs wel een wij serieus dan, ding. Ja. Of tenminste, ik als oude man en jij als... Bijna oude man of zo. Zit je toch aan het einde? Zit je toch met te kijken van, oh, die hellingshoek. Ja, dat is wel mooi, want inderdaad, je weet dat ook op die perspresentaties, als het aankomt op apps en op Bluetooth-connectiviteit, dat is iets wat heel moeilijk te testen valt op press launches. Meestal omdat je constant zit te kloten met andermans motor. Ja. Omdat alles zo... Ja. Maar ook omdat het meestal kut is. Maar ook omdat het inderdaad meestal heel slecht werkt. En dit keer moet ik zeggen, die app, het vormt wel een meerwaarde. En ik denk vooral 18-jarigen, die net zoals motorjournalisten met een lichte bewijzingsdrang, weten dat er een hellingshoeksensor in zit, om maar iets te noemen. Ja, ja dan ga je toch wel een keertje kijken. Dat maakt net even die kick wat groter. Ja, ja. En dan ook... Maar een goed dashboard dus? Ja, dat fantastisch. Absoluut. Ja, en de app echt goed. En de app is acceptabel. De want app is wel is een van goed. De... Ja, oh, echt wow. wel. Echt dat wel. En het is niet alleen voor hellingzoeken en weetjes en feitjes over de motors, maar het is ook een routetracker wat voor de meer toeristische rijders dan toch ook wel interessant is. Anyway, het biedt wel een meerwaarde. En de echte meerwaarde vind ik persoonlijk is dat je moet toch weer een hele andere rijstijl erop nahouden. Of je nu op circuit zit, dat circuitje schakelen. Van El Vendrell daar tussen Barcelona en Tarragona, prachtig kartcircuit. Ja. Of je nou daar zit of in het berggebied, in het achterland van Tarragona. Weet je wel, het komt allemaal zo verschrikkelijk precies. Bijvoorbeeld, eerst op dat kartcircuit. Nou, in de tweede ronde, toen lag ik al bijna om mijn kokosnoot. Dat siertje. Dat siertje. Omdat gewoon de zaak omviel. Ik ging gewoon te langzaam. Oh, echt? Omdat je ging minder. Ik ging gewoon te langzaam. Maar dat kwam omdat ik nog helemaal moest kijken van fucking welke versnellingen rij je nou eigenlijk. Je wilde de gang erin houden. Ja. Dus dan schakel je terug. Ja, naar zijn 1 slaat helemaal nergens op. Maar zolang je de lijnen van zijn circuitje niet kent, ga je veel te nerveus rijden. Ja. En de kunst is natuurlijk om die lijnen te kennen, waardoor je de zaak maar laat vloeien. Ja. En de zaak maar aan de rol houdt. Snelheid, waardoor eigenlijk met de sessie ga je steeds de versnelling hoger. Of tenminste, heb je de neiging om in plaats van de 2, dat je hoogtoerig aan het rijden bent, dat je hem in z'n 3 laat. En dan zijn echt 4 takten ook gewoon, hè? Ja, nou ja. Kijk, en in het middengebied heeft zo'n machine... Ja, daar kan de R125 niks aan doen. Maar dan missen ze natuurlijk alles. Hebben ze helemaal geen vermogen. Nee. Dus je moet helemaal leren met precisie te schakelen, te sturen. Alles uit het baantje te halen over de curbstones en alles. Ja, dat maakt het echt superleuk. En ik vond zo mogelijk nog veel leuker eigenlijk op de openbare weg. Ja, absoluut. Zeker bij Haarspel, je komt een berg af. Nou, dan denk je van... Dus ik kom die berg af. Dan denk je al dat je hard gaat. Maar je weet dat je na die... als je toch een beetje
de pook wil hebben, zeg maar, uit die bocht of zo. Ja, je schakelt gelijk twee versnellingen terug, weet je. Of drie versnellingen zelfs. Ja. Dus je komt aan, tik, 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 tik. En dan weer door allemaal. Om maar zoveel mogelijk quickshifters in die powerband. Optioneel. Echt waar. Quickshifters. Up en down. Ja. En ja. Tractiecontrole, dat is eigenlijk de grote nieuwe. Ja, tractiecontrole, lijkt helemaal, het is nergens goed die, voor. Ja, die je eerlijk gezegd volgens mij niet nodig hebt op zo'n motorfiets, maar nou, speelt wel weer in op het gevoel. Ik denk van gewoon alle motoren tractie. En we hadden hem op topsnelheid, hadden we hem... 145 op de teller. Ik had hem... Tering doet hij toch weer beter. Ja, ik had 141. Oh, ja. Gecorrigeerd dan, want dan kan op je... Op de telefoon of op de R? Op de R. En dan kan je op de telefoon hadden hem gecorrigeerd naar... 10 kilometer 141 was 132 echt. Met 10.500 toeren. Ja. Maar goed, het was me een beetje rugwind. Want dat scheelt wel. Hey, en op de autobaan. Is dat? Ik bedoel, schakelen, remmen, zitten. Quickshifter vind ik hetzelfde als bij de R7. Omhoog gaat goed. Naar beneden, ja, oké. Okay. Mechanisch en de neiging om koppeling erbij te pakken. Ik had sowieso wel een beetje een neiging om koppeling erbij te pakken, maar... Ja. Ben van die R7 en dus ook de R125, die quickshifter, ben ik niet zo heel erg gek van. Oké. Okay. Maar ja, het is dan ook een optietje en ik denk, we moeten daar eerlijk in zijn... Die MT, dat is volgens mij de meest logische. Dat is de stadsmotor, die ga je op de openbare weg echt kunnen inzetten. Die R125 valt voor mij voor een groot stuk al af, gewoon omdat het is echt wel een sportmotor. Hè. Je zit er voorover gebogen, op je polsen. Ja. Ik snap dat jonge rijders daarvoor vallen, want die willen allemaal toprak zijn. Ja. Maar, of Michael van der Mark zijn. Maar dat is toch echt wel oncomfortabel gewoon. Ja, zeker. Okay. En dan komt er nog eens bij dat je zoveel aan het schakelen bent. Maar dat terzijde, die R125 was voor mij al een van de toppers bij de 125. Kwalitatief, dat is hetzelfde. Echt. Wat is het beste van die dingen dan? Ik bedoel, waarom is het een topper? Superlicht. Ja, heel snel sturen. En toch ook wel natuurlijk. Kijk, die variabele claptiming heeft hij erop zitten. Okay. Mm-hmm. Dus vanaf 7.400 toeren of zo, dan gaat hij dus op een andere knokkenprofiel zitten. VTEC. Ja, en dan niet alleen... Beetje het VTEC-effect, maar niet die knal wat je bij die vroegere Honda's kreeg. Dan niet alleen, maar het is ook, ik denk als je dan gaat kijken naar wat is er dan nog populair in die klasse, als je dan gaat zien naar de scootertjes en de monkeys en de weet ik veel wat nog allemaal. Dit is echt wel een echte grote motorfiets. Je hebt het rijwielgedeelte en het ABS en de veiligheid en de stabiliteit van een echte motor. Stabiliteit heeft alleen niet zoveel power, maar daarvoor krijg je dan weer dat super lichtgewicht. Dat heel scherpe sturen in je ruil. Dus ik denk inderdaad, als je vraagt inderdaad dat daar sluit ik me volledig bij aan. Weet je. Het is, 7 mil is een hoop geld of zo, maar het is een volwassen ding. Het is geen kleine motor. Maar hij heeft ook een volwassen prijs. Absoluut een volwassen prijs. Maar het is een of het ander. Echt een volwassen ding. Mm-hmm. Ja. Kwalitatief heel goed gemaakt. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Dus, slechtste punt? Je voelt je geen puber erop op zo'n ding. Check. Slechtste punt? De prijs. Punt. Ik vind het heel duur, maar bon, ja. Ja. En die quickshifter dus... Quickshifter-matig. Goed, die is optioneel. Ja. Maar het is echt al muggenshifter dat we aan het doen zijn, hè? Ja, daar zijn we toch voor? Ja, dat is waar, Ja. En die MT... Echt mindere punten. Ik vond wel hard, maar goed, Goed, mijn ruggenmerg... Veringhard. Voel je dan wel. Hey, maar dat is niet de enige motorfiets waar we mee gereden hebben. Hè? Want bij jou is Jaap. Jaap is op stap geweest. Ja. Jaap met dubbel P. Weet ik niet, zo stond hij in het systeem. Dus, Jaap is bij wel een interessant evenementje geweest. Mm-hmm. Namelijk wat georganiseerd werd door Peugeot. En Peugeot is tegenwoordig eigendom van Mahindra. Oh. Het Indiaanse Mahindra. En dus die hebben al een tijdje gedreigd met motoren, motorcyclen. Gedreigd met motoren. Peugeot motorcyclen zou terugkomen. Daar hebben ze al een aantal prototypes van laten zien. 300. Nou, dat leek ons super interessant. We werden uitgenodigd voor een introductie. En Jaap is daar geweest. En toen bleek het om een 125. Een XP400 motorscooter. En, wel zeer interessant, een BSA Goldstar te zijn. Denk je, BSA Goldstar, wat doet die daar nou? Waar komt dat vandaan? Ja. Die is ook van Mahindra. Dus Mahindra is ook eigenaar geworden van het merk BSA. Nou, al die oude merken komen terug. Jawa is volgens mij ook van Mahindra. Je ziet dus dat al die oude spullen terugkomen. Maar nu in Indiase handen. Ik was een beetje bang voor die BSA. Dat een
omgestikkerde Mahindra zou worden. Daar is ook nog even sprake van geweest. Maar uiteindelijk hebben ze gewoon een hartstikke leuke 6,5 gebouwd. De bekende parallel twins natuurlijk. Laten we daar duidelijk over zijn. Nee, gewoon één cilinder. Ho, ho. Een één cilinder, excuse. En sterker nog, ja. Om gelijk te onderbreken en het feestje, ja? feestje te bederven. Het was ook dat, wel dus het Rotax-blok is dat? Het is dit gewoon, ja. Godverdomme, gewoon een omgebouwd F650-blok. Klopt, ja. Pegaso. Ja, hoek twee cilinder nou. Excuseert mij daarvoor. Ja. Ja, ja. En dat vond ik de Funduro. Zo'n domper op de feestvreugde. Nou, oh, echt? Ja. Vindt je dat een slecht blok? Nee, niet slecht blok, maar tering. Dat het blok al bestaat. Als je een BSA Goldstar ja, maakt ja. in vredesnaam een eigen ja. blok. Nou, daar heb je een punt. Maar aan de andere kant denk ik, als je als Mahindra zegt, wij gaan het oude merk BSA nieuw leven inblazen. En we kiezen ervoor om niet de omstikkerroute in te gaan. Dan vind ik dit dan wel. En je gaat eens bellen met Rotax, hebben jullie nog een blok? Wat we redelijk makkelijk euro 5 in kunnen zetten. Maar het is inderdaad dat oude blok al. Van de Funduro en de Aprilia en de weet ik wat. Van alles heeft dat blok al ingezeten. Maar die hebben ze wel euro 5 gekregen. Er zit daardoor niet heel veel gang in. Ik bedoel, nou, dat is wel knap. Dat euro precies. 5. Euro 5 is echt wel knap. Ja. Want dat blok is al 20 jaar of zo ondertussen. Ja, ja ouder. Nee, joh, ouder. Maar goed, ja. Dus uiteindelijk is het een zichzelf onderscheidende 650 geworden. Hij ziet eruit als een klassieke BSA. Dat vind ik echt knap gedaan, want dat hebben ze ook echt wel heel netjes gedaan. Hij is keurig afgewerkt. Er zit dat blok in van Rotax. En dat is niet heel indrukwekkend, maar daar is het ook niet helemaal de motor voor. Ja, is misschien dus, beter dan een snel zelf ontwikkeld blok, waar nog wat kinderziektes uitkomen. Ja. Who knows? Ja. Nou, ik denk het is beter dan een omgestikkerde Mahindra. Dat zie ik als winst. Maar jij hebt ook een punt, Joost. Maar weet je, kijk, Mahindra is natuurlijk ook groot. Weet je, het is geen klein merk. Nee, kijk, en als Royal Enfield gewoon mooie eencilinders kan bouwen zelf. Maar goed. Ik zie je. Open voor discussie. Ja. Oké, laat maar kappen met dat gezegd. Uiteindelijk is het een leuke motor. Wat Jaap ervan zegt, doet geen klap verkeerd. Is wel een beetje sloom. Maar ziet er gewoon uit als een echte BSA Goldstar. Puntje is alleen wel, wie gaat dat ding verkopen in Nederland? Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Want er is nog geen verkooporganisatie. Dat ding wordt al wat langer verkocht in Engeland. En komt nu naar Europa. Dus er moet nog een verkooporganisatie opgezet gaan worden. Het lijkt er nu op dat dat dus de Peugeot-organisatie wordt. En dat zou dan in Nederland en België denk ik ook wel Moteo worden. Dat... Ja. Nu gaat het komen. Dat gaat toch wel. Schermbeschermers aan. Komt ie. Jullie gaan me ook niet redden. Nee, doe maar. Moteo is een beetje hetzelfde als Piaggio. Die zijn super druk met het verkopen van 50cc scootertjes. En doen er ook nog wat motoren bij. Ja. Nou, dat is meestal niet het beste recept voor een... zeer motorgedreven organisatie. En dat is er ook niet zo onlogisch. Want de omzet wordt gehaald uit een miljard. Ze verkopen ook Sim volgens mij. En Peugeot scootertjes en van alles nog wat. Nou, die lopen er vanzelf uit. Dus dan merk je dat soort organisaties. Dat heb je bij Piaggio zien we dat ook een beetje. Ja, die motoren moet je echt je best op doen. En dat is allemaal gedoe. Dus op vrijdagmiddag even een uurtje daar. Ja, wat in het geval van Piaggio natuurlijk heel... jammer is, want ze hebben echt met Moto Guzzi en Aprilia zo'n prachtige merken in huis. Nou, one off. Ja, absoluut. Ja. En daar zijn nu ook bij Piaggio Benelux en opeens alle mensen weg die daar wat deden, die we kenden. Maar dat is gewoon het lastige. Als je bulk omzet en handel komt uit die Vespa motorscooters, die zijn niet aan te slepen nog steeds. Mm-hmm. Dus ja, dan krijg je... En dat proef je toch ook wel eens een beetje bij Moteo. Ja, maar dat is echt wel een heel achter de schermen verhaal dat we nu aan het vertellen zijn natuurlijk. Hè. Misschien even terug, gewoon die BSA. De vraag die ik me daarbij stel is vooral, wat kan een BSA extra bieden dat we nog niet terugvinden bij een Royal Enfield, een Mesh, een Kawasaki W800, een Benelli Classic. Die markt is toch wel heel dichtbevolkt ondertussen. Nee, klopt. Het is een weer onderscheidend klassiek merk en hij ziet er ook zo uit. Mm-hmm. Ik denk dat hetgeen is. Punt. Hè, dus het is in die lijst die jij net noemt en die helemaal kloppend is, gaat die gewoon leuk meedoen. Ja. En eigenlijk is dat dan waar in India kunnen ze daar 3 miljard van die dingen verkopen. Maar we hebben geluk dat ze hem dan toch ook euro 5 hebben weten te maken. Ja.
En dus dat je een keuze erbij krijgt. Mm-hmm. En dat je, als je dat een gaaf ding vindt, omdat hij er cool uitziet en er BSA op de tank staat. Kijk, dat ook vooral dat. Het laatste inderdaad. Kijk, ja. Het is niet, hij is niet onderscheidend. Wij hebben een beetje last, en dan vooral ik denk ik als meester nog, we hebben een beetje last van die heritage. Zeg maar, wij vinden het nog een beetje een, hoe noem je dat? Jullie hebben BSA nog meegemaakt. Juist, ja. BSA echt meegemaakt en nou, dan hebben wij dan nog last, erg, hoor. Maar een beetje iets jongere generatie. En dat is jouw generatie. Dat zou je toch werkelijk aan je reet roesten. Maar ja, de grap is... Ja, als het maar een mooi ding is en als hij goed is. Nou ja, de grap vind ik dan wel. Ik ben toevallig vorige week wezen rijden met een MG in Engeland. Klassieke MG. Maar er rijden tegenwoordig ook nieuwe MG's. Nou, dat zijn gewoon... Ja, die Chinese. Elektrische rampen dingen. Nee, dat is niet waar. Mustang, die trouwens wel. Ook door Monteo verdeeld wordt. Maar die heeft niets te maken met MG. Nee. Ja. Nee, het is echt verschrikkelijk. En klachtenmails naar het bekende adres. die hebben niets te maken met het originele MG. Daar kan je ook voor kiezen, maar dat hoeven ze niet. Dat hebben ze al. Ja. Langs de andere kant, ik denk ook van of je BSA nu meegemaakt hebt of niet. Er is altijd wel een publiek dat gewoon kijkt naar de intrinsieke waarde van die motorfietsen. Ja. En met Royal Enfield, daar had ik ook ontzettend weinig mee toen ze enkel nog de Bullet 500 en 350 hadden. En echt die oude dingen waar je alleen met een hamer aan kon werken, bij wijze van spreken. Ja. Maar dan komen ze in één keer uit met die Interceptor en die Café Racers, die twee cilinders. Ja. En dan denk ik van, dat is echt wel... Ja. Dat is een ander verhaal. Ja, dus dan hebben ze mijn interesse wel. En dat gun ik BSA ook van harte. En eerlijk gezegd, in dat opzicht vind ik het al super interessant als ze met dat Rotax-blok werken, want ik had het daar wel voor. Dus ja, ik gun ze het voordeel van de twijfel. Ik ben op zijn minst benieuwd om er eens een keer te kunnen rijden. Nou ja, de vraag is dus wanneer dat ooit gaat kunnen. Ja, dat. Ik hoop dat dat snel gaat gebeuren. Dat, Ik weet dat Jan-Frank Bakker, de bekende... Bekende classic racer. Inmiddels al 83 keer een Nederlands kampioen classic. zoiets of zo. Ja. In het noorden van het land, dat hij er wel mee bezig is geweest. Of in ieder geval wel zijn interesse heeft getoond in die BSA Goldstar. Niet verbazingwekkend is natuurlijk, omdat hij Absaf rijdt. En Absaf is natuurlijk weer... Absaf, ja. De Appingen dan met BSA fabriek. En dat is natuurlijk weer BSA, bla 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 en zo allemaal. Maar goed. Ja, het zou leuk zijn als dus zo'n club er is mee aan de gang zou gaan. Ja. Echt waar. Ja. Nee, dan gaan we maar meteen door met het volgende onderwerp. En dat is de motorfietsen waar we mee gereden hebben. Jij hebt met de grote naked bikes gereden. Ik heb met kleine naked bikes gereden. Of ja, kleine. Ja. Ik heb met de middenklasse naked bikes gereden. En dat staat dan compleet los van de MT's en de BSA's. Maar een heel heet segment, mag ik toch wel zeggen, dit jaar. Dat zijn de middenklasse nakeds. Met name door de komst van de Honda Hornet en de Suzuki GSX-8S. Jij hebt met beide apart gereden op de presentaties, als ik het goed begrijp. Klopt. Heb jij al met een van beide motoren gereden? Nee. Nee, nog niet? Nee. Nee. Maar er zitten ook twee klassiekers bij, denk ik. Maar de je hebt ook MT-07. Wel met de MT-07 gereden, ja. Ongetwijfeld. En de Triumph Trident, die hadden we er ook naast die gezet. Die heb ik ook gereden, ja. Dus ik denk dat... Ja, er zijn er nog een aantal andere die meespelen. Misschien moet ik die even kort uitsluiten. Dus je hebt de Aprilia nog, die een Tuono 660 hebben. Die is een stuk te duur, naar mijn mening, om mee te doen met deze test. En dan heb je bij Kawasaki nog de Z650... Die was volgens mij perfect geweest om ernaast te zetten. Maar ja, logistiek geraakten we er niet aan. Ik weet niet in hoeverre dat het niet willen, niet kunnen was. Maar in ieder geval, jammer genoeg, lukte dat niet. Dat vond ik echt wel een jammer, omdat de Z650, dat blijft voor mij altijd zo'n beetje de... Moet ik benchmark. Zeggen? Ja, toch wel. Ik rijd dan zelf met een MT-07, hè, maar die Z650, dat is echt wel zo'n beetje, de standaard in die klasse. Maar... Laat ons zeggen, sinds dat de Trident er is, dat was een hele leuke nieuwkomer. Het moet in 10 minuten, hè? Dus je hebt 5 minuten, Arno. Oh ja. Ja, want 5 minuten is voor Joost. Dan nee, we kunnen dan met mijn wat. Oh, met mijn gewoon. Oh ja, maar goed. Anyway, die Trident als 3-cilinder is ook leuk om erbij te hebben. Maar ja, het motorblok waar het om gaat zijn 72 graden parallel twins. Hadden we er hier 3 op een rij. En misschien moeten jullie maar eens vragen. Ik ging ervan uit dat die Trident het leukste is. De 3-cilinder juist super leuk. Jij zou denken dat de Trident het leukste is? Ja. Die kwam er eigenlijk als minste uit. Oh, ja, vertel. Ja, wow. Vertel, waar te beginnen? Begin gewoon bij nummer 4. Wie is vierde geworden? Vierde is de Trident geworden. Okay. En als er argumenten waren die bij alle testrijders terugkwamen, dan was het voor een heel groot stuk gewoon algemene beleving. Het motorblokje dat echt wel een stukje tekort schoot. In wat? Power, koppel, alles. Okay.
kwam die echt tekort. En op papier lijkt dat dus helemaal niet zo, want die zit ook aan de 81 pk, als ik me niet vergis. En als je hem los rijdt, voelt dat ook redelijk niet ook. En als je los ermee gaat rijden, ook helemaal niet. Nee. Maar zet er dan een Hornet naast, of zet er dan een Suzuki naast, jongen, dan valt het dik tegen. En zelfs met die MT... de MT trekt de Trident los. Maar in middengebied bedoel ik? Ja, absoluut. Echt waar? Absoluut. Ja. En dan tegelijkertijd, bovenin loop je ook weer redelijk snel tegen die begrenzing aan. Vooral, en dat is iets wat alle testrijders onafhankelijk tegen mij gezegd hebben, dat was als we dan een stukje aan het doorrijden waren. Bij die Trident heb je echt het gevoel dat je dat motortje pijn aan het doen bent als je door aan het rijden bent, waar dat die anderen gewoon vlotjes doorlopen. Okay. Daar zit je echt altijd nog, ga je altijd nog meer zoeken in die toeren. En dat viel tegen. Joh. In combinatie, en dat had ik minder verwacht, met dat rijwielgedeelte. Want kijk, ik rij zelf met die MT-07 en daar weet iedereen van, standaard is dat ding super zacht geveerd. Ja. Dat maakt hem enerzijds heel leuk, want ja, wheelies en supermoto gedoe en al wat je wil. Maar als je er echt scherp een bocht mee wilt pakken, het eerste wat je tegenkomt is die vering en het stuur dat in rubbertjes opgehangen is. Daardoor is hij niet zo scherp. En bij die Trident was me dat nooit zo opgevallen. Maar eigenlijk, als je er dan mee gaat doorrijden, merk je dat die achterkant toch wel echt zacht is afgeveerd. Dat klopt. En dat die ook zo begint te dansen. Waar. En dan, als we voor de fotoshoot zo eens met twee erop kropen, dan ben je gewoon uitgesproken. Ja. Dat is helemaal klaar. Oké. Okay. Dus, schiet er dan nog over eigenlijk een trio tussen Honda, Suzuki en Yamaha. Ja. En dan gaat de derde plaats eigenlijk toch wel naar de MT-07. Logisch. Ik denk dat het voornamelijk is omdat het concept van de MT-07 intussen echt wel een beetje roest begint te vertonen. Is wat gedateerd, gaat al mee sinds 2015 en heeft al updates gekregen. Maar ja, zoals ik zeg, het rijwielgedeelte, dat is echt wel een verschilletje met dan de Honda en de Suzuki. En hoe leuk dat motorblokje ook is, het is en blijft een kleine 700, zal ik het dan maar noemen. Een grote 600, een kleine 700. Ja. Dus hij zit aan de 680 cc, geloof ik. Ja, en dan moet hij in één keer opboksen tegen een 750 en die 800 van Suzuki. En dan merk je gewoon dat die power tekort komt. Dat is ook weer zo'n dingetje. Als je er los mee gaat rijden, als ik los met die MT-07 rijd, nooit geen probleem. Als je ze vergelijkt met die andere twee, daar schiet hij echt tekort. Plus dan nog eens dat rijwielgedeelte dat wat minder is. Ik hoop van harte dat Yamaha er volgend jaar werk van maakt voor een update uit te brengen. Okay. Zit er ook wel aan te komen, maar... Ja. Nou, dan het belangrijkste eigenlijk. En dan zitten we nog met twee, want we weten ook wie nummer 1 nummer is. Maar... En twee, eerst twee. En dat is ontzettend dicht bij elkaar, maar het is de Honda die op de tweede plek eindigt. Okay. En de Hornet. Voor mij persoonlijk, ik vond de Hornet eigenlijk de beste, omdat hij het zuiverst aan het gas hangt. Die gasrespons is zo ongelooflijk goed. Ja, die is goed. Heel mooi. Ja. Echt perfect. En daarbij komt dan ook dat motorblok heel leuk is. Echt power en koppel, altijd aanwezig, altijd op de juiste plek. Voelt zo ontzettend natuurlijk aan. Deed me het meest van al denken aan die MT-07, maar dan gewoon een maatje groter. Maatje groter van de MT-07. En iets minder mooi. En je kan er niet verliefd op worden. Je moet echt een moeder zijn om daarvan te kunnen houden. Maar, wat een lief kind. Ja, hij ziet er heel lief uit. Ja. Maar daar... Gewoon in het zwart kopen. Gewoon in het zwart kopen. Gewoon in het zwart erbij van dat probleem. Ja, andere koppen maar dan. Ook daaraan gekoppeld dan. Hij, ten opzichte van de Suzuki schiet hij wat tekort in het rijwielgedeelte. Het sturen voelt een stuk minder natuurlijk aan als op die Suzuki. En daar hebben we het al een keertje over gehad toen jij de test apart had gedaan. Maar je merkt dat dus echt dat Showa, ook al is het van Honda, heeft ervoor gekozen om de betere vering aan Suzuki, te geven. 100%. En zelf met de budgetvering te doen. Ja. En dat is dan misschien ook een ding wat je niet gaat merken als jij alleen met je Hornet rijdt. Maar rijd twee bochten op die Suzuki, rijd twee bochten op die Hornet en je weet meteen van oké, die Suzuki dat staat op rails. Het is een cliché, maar die staat echt op rails in de bocht. Ja. En die Honda schiet daar tekort. Plus daarbij ook nog eens dat die Honda met dat dunne... Die heeft geen 180 achterband, die heeft een 160. En dat is misschien iets quicker in de binnenstad. En al wat kwieken. Ja, kwiek, om dan een kutwoord te gebruiken, maar bon. die stuurt misschien iets sneller in de binnenstad, maar ga je bochtjes doen, dan schiet hij tekort. En dat is iets wat ook weer over de hele lijn terugkwam. En dan komen we bij die Suzuki uit. En dat is dan misschien nog één minpunt van de Honda. Die elektronica. Jesus Christ, man. Wie dat bedacht heeft... Ja, dus er zit een basispakketje aan elektronica op beide motoren. Tractiecontrole, rijmodi. En op die Suzuki
zijn dat letterlijk twee knopjes waarmee je direct alles kan instellen en afregelen. Ja. En op die Honda, ik heb ze nu niet geteld, maar het zou me niet verbazen moesten het er 25 zijn, waarbij dat je dan ook de combinatie van lang duwen, kort duwen en verschillende minuutjes op een klein dashboardje hebt. Vraag mij niet naar de NT1100, want ik ben zo chagrijnig van dat ding. Dat is om helemaal gek van te worden. En dat op iets wat zichzelf een middenklasser noemt. Dus was ik niet over te spreken. Nee, helemaal waar. Letterlijk en figuurlijk onbegrijpelijk. Ja. Daar heb ik je even in vijf minuten een heel belangrijk test afgeraffeld. Nee. Maar daarmee weet je wel de essentie van de kleine naked bikes. En om dan toch nog even mijn eigen MT-07 goed te praten. Ah, wat lief. Ja, dat moet altijd. Ja, vind ik lief. Als ik één argument kan maken voor zowel de Z650 Trident als MT-07, dan is het wel dat dan nog echt een middenklassers zijn. Dat zijn motorfietsen waarop je een beginner zonder enige zorg kan zetten. Ja. Die gaat ermee rijden, die gaat zich rot amuseren, die kan je meegeven aan de rijschool, kan je mee doen wat je wil. Op die Hornet en die Suzuki doe je dan niet. Nee, ik snap wat je bedoelt. Dat zijn echt al serieuze motorfietsen. En dat is dan echt wel de bedenking die ik maakte bij die test van, is het wel eerlijk om de echte 6,5's tegenover de 7,5's groter te zetten. Daarom was het goed dat die Kawa er niet was, denk ik. Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Ja, dat is waar. Maar uiteindelijk zie je dat altijd. We beginnen met een 500 en dan gaan we naar 530 en dan een 560. Zo jammer, dat vind ik eigenlijk zo jammer, weet je wel. Dat willen we allemaal. We willen het is net een Fiat 500 of een, weet je, het moet allemaal groter, het wordt steeds groter. Op een gegeven moment heb je een familieauto. Je eindigt met een Ducati 950 als middenklasser. Ja, dat slaat ook helemaal nergens op natuurlijk. Maar dadelijk gaan we het even hebben over de grote naked bikes. Over naar de reclame. Hey. Bij Chromeburner vind je alles op het gebied van motorgear. We hebben het grootste aanbod motorkleding van de Benelux tegen de scherpste prijzen. Met meer dan 100 merken is er altijd wel eentje die past. Dus kom snel langs of bestel via onze webshop. Je vindt ons langs de A59 bij Nieuwkuik of natuurlijk via chromeburner.nl. Chromeburner Motorgear. Fun starts here. Nou, Arno had zojuist al een beetje inzage gegeven in de middenklasse, de hogere middenklasse naked bikes. Jij was bij de... Dat kan ik wel overtreffen. Ja. Nee, qua pk's in ieder geval. Je is altijd baas boven baas. Maar in ieder geval was inderdaad wel interessant om van de R125 en de MT125 gelijk op drie hele vette naked bikes te stappen. Dus super naked. Super naked, ja. Dus bestond uit de Street Fighter V4S... Ducati. De nieuwe. De Ducati inderdaad. De BMW M1000R. Met het complete performance carbon pakket en alles. En de Yamaha MT10 SP. Oh, oké. Ja, inderdaad. Nou, precies. Nou, jouw reactie. Ik denk, nou komt het woord Aprilia, maar het, nee, Yamaha. Nee. Yamaha. Nou ja, goed, weet je, ook dat is alweer vaker aan bod gekomen. Mm-hmm. Aprilia, kom eens aan zo'n motorfiets. Ja, vind maar een Tuono. Vind maar een Tuono om mee te doen in die test. Dus ze hebben geen demo meer. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, ging niet. Dus vervolgens zou je denken, en dat waren ook best wel wat reacties toen we een beetje begonnen te teaseren, is de reactie, maar waarom heb je dan geen Super Duke erbij staan? Om maar eens iets te noemen. Nou, was ook niet beschikbaar trouwens. Nee. En bovendien, weet je wel, is het eigenlijk, vonden we het eigenlijk ook helemaal geen slecht plan om een MT10 SP erbij te pakken. Natuurlijk, die motor heeft iets van 40 pk minder op topvermogen. Ja. 40 pk praat je over. Ja. En sterker nog, weet je, een MT10 is een pittige, een kwieke motorfiets. Ja. Maar die heeft evenveel pk als de Street Fighter in de regenmodus. Ja, dat. Holy shit. Ja, inderdaad. Ja, want die heeft 200... Laat dat maar even inzien. De Street Fighter heeft 208 pk volgens mij in mijn hoofd. Ja, dat weet ik. De M1000 heeft M1210 pk. Oef. Ja. En die Yamaha die moet het dan stellen met 166 pk. Ach, gut, wat zielig. Ja. Maar in ieder geval, we worden nu even naar de techniek gekeken ook. Eigenlijk. Ja, ik had de camera een tikje gegeven. Ja, nee, goed, maak ik niet. Reno, bedankt. Opgelost. Maar in ieder geval, de MT10, ik zal niet zeggen dat het de morele winnaar was, maar in ieder geval een lichte persoon. De morele winnaar, je bedoelt de verliezer dus. Ik ben wel eens met dat ding op vakantie geweest, de MT10. Geweldige fiets. Ja. Maar dat geldt terzijde. Ja. Ik vind het ook een super ding, hè. Daar niet van, maar... Ja, met zoveel verschil in pk's en vooral ook gewoon ontwikkeling in dat segment. Het grappige was eigenlijk... Nee, natuurlijk, dan valt hij er wel wat buiten. Want je zit veel meer rechtop en dergelijke. Je hebt die grote tank voor je. Begin bij nummer 3. Ik denk dat we het net zo doen als bij Arno. Is dat wat? Nummer 3. Voor mij? Wat jij wil. Ja, laten we dat doen.
Persoonlijk op 3 de Street Fighter V4S. Oh, wauw. Ja. Oké. Okay. Dat zijn teksten. Ja, dat zijn teksten. Komt u maar. Omdat, nou, laat ik beginnen met het feit dat je constant naar die kick zit te zoeken. Terwijl eigenlijk het openbare wegen net er helemaal niet voor gemaakt is. Nee, kijk, zo'n Street Fighter, natuurlijk gaat het over de hele linie goed en dergelijke. Maar je zoekt altijd naar die 10.000 toeren en meer. Tussen de 10 en de 15.000 toeren gaat zo'n ding echt vliegen. Ja. En dan ben ik echt de beroerdste niet. Maar dat lijkt echt, en dat had ik bij de vorige Street Fighter ook al. Ja, weet je, daar kom je helemaal niet. Maar je wordt altijd maar getriggerd om in dat hogere toerensegment te zitten. Ja. Het gaat zo fucking hard. Ja. Ja. Het gaat zo ongelooflijk hard. Daarom zijn die persintroducties altijd op het circuit. Hm. Nou ja, de laatste introductie was inderdaad op het circuit. Ja. Want het is niet meer te doen, weet je. Het is echt niet meer te doen. Het is ongelooflijk hoe stabiel zo'n ding blijft, zo'n Street Fighter. Bij die megasnelheden, want je rijdt gewoon 280. Terwijl je kop al zo langzamerhand 100 meter achter je aan bungelt. Ja. Lijkt echt helemaal nergens op. Maar ik vind het te gek. Ik vind het gewoon echt te gek. Tweede punt is belachelijk benzineverbruik. Oh ja. Wij reden gemiddeld 1 op 11,3 op straat. Wow. En dan zijn we niet levensmoe. Op straat? Op straat. 1,11,3. Maar we rijden natuurlijk... Er zijn gewoon auto's die dat veel beter doen. Nou, natuurlijk. Heel veel. Bijna elke auto doet dat beter. Ja. De vorige Street Fighter, dat was de eerste, die reden wij op straat zo... De V4, die reden we zo ongeveer 1 op 12,5 ongeveer. En nu kwamen we op 11,3 uit. Wauw. Nu rijden we aardig keihard waar het kan. Maar we zijn niet levensmoe. Nee. Dat wou ik even erbij zeggen. Verbruik is geen argument in een Super Naked testen. Heb je wel een punt? Nou, weet je, de tijd... Hoe groot is de tank? 16,5. Ah, ja, dan wordt het wel weer een... Ja, nou ja, aan de andere kant. Ze hebben altijd gezegd van die MT10 dat het zo'n zuipschuit was. Ja, was die ook. En dat zal ook, als je gas gaat geven, zal het ook echt wel zijn. Maar dit verbruik van zo'n Ducati, ja, weet je, kijk, er zijn heel veel mensen die, als wij dan kritiek hadden, dan schreef je inderdaad van dat het verbruik belachelijk was, dan sprak je zo'n eigenaar en die zei, oh god, dat maakt mij uit, ik denk gewoon als lampje gaat branden. Ja. Dan denk ik, ja, oké, ik kan wel wezen, maar dit verbruik is echt wel te zot voor woorden. Ik denk gewoon altijd voor 20 euro. Ja, ik denk net als zeggen, dat zijn dezelfde mensen die niet gevoelig zijn aan de benzineprijs. dat. Ja, oké, duidelijk dus verhaal. Dat is een volgend argument of zo allemaal. En om nou te zeggen dat ik het echt een gigantisch goede stuurfiets vind, een Street Fighter heb ik nooit gevonden. Ik vind altijd een beetje, toch als je wat gaat gassen, beetje wringen in de taaien, weet je wel. Het is nooit, ja, BMW doet dat gewoon stukken beter. Een BMW M1000. En de S1000R ook trouwens, vind ik ook. Vind ik qua stuur. Is dat dan ook de nummer 2, die BMW? Of is dat een nummer 1? Mag ik even inpikken? Ik ben heel blij dat je dat zegt van die Street Fighter. Vooral dat je het altijd zo hoog in toeren moet gaan zoeken. Want we hebben die Super Naked Test natuurlijk ook al een paar keer gedaan. En dat is altijd het argument al geweest bij die Street Fighter. Hè, dat de power gewoon veel te hoog zit. Ja. En dan op de perspresentatie waar wij over laatst samen waren, zeiden ze net van ja, maar nu hebben we toch echt wel onderin weer meer gestopt. Ja, dat zegt elke keer. Ja, ja. Ja. Ja, en het grappige is, dat is eigenlijk uiteindelijk in mijn beleving ook het einde geworden van de eerste Street Fighter. Want dat was toen al. He, dat alles bovenin zat en dat daardoor een naked bike van niks was. Die was zo hoekig, weet je. Kijk, de oude V2 Street Fighter, de 1100. Ja? Ja, dat was zo'n hoekig ding. Dat was vreselijk moeilijk te rijden en zo allemaal. Maar die vond ik ook, alles moest bovenin. Maar kijk, een gewone Street, of de Street Fighter V4, die is eigenlijk best nog wel heel netjes te rijden. Want de fueling, alles, en de vering ook, is echt piek. Bello, het is zo goed hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Dat is niet om het nu goed te praten. Nee, echt niet. Maar echt de rijmodi en de finesse, hoe dat blok loopt, hoe ook die veringen reageert, is echt fantastisch. Maar goed, de anderen doen dat inmiddels ook, weet je wel? Nee, dat is waar. Ja. Oké, door. Tweede Yamaha. Oh, M13. Denk ik. Ja, kijk, SP. Yamaha is de 10.000 euro. Oh, mag ik even interrumperen? We hebben een bericht gekregen van iemand die reageerde onder een van... Waar, is het nou Yamaha of Yamaha? Het is Yamaha. 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 In Nederland is het toch Yamaha? En in België is het Yamaha?
Oh, dat zou kunnen. Ik dacht dat in het Engels het Yamaha is en in het Nederlands Yamaha. Ik dacht al vroeger dat... Ja. Ik zag altijd Yamaha voor de bromfietsen van vroeger en Yamaha gewoon om wat interessanter te klinken. Ah, cool. Oh, dat is ook Ja. Oh, nee, ik zeg oké, en door. Ja. Gewoon wat meer, meer chic eigenlijk. Dat je dan zegt Yamaha. Lukt dus wel. Op plaats nummer 2, Yamaha. De Yamaha, ja. Ja, ik zou me, kijk, als je nou zegt welke neem ik mee naar huis, dan welke zet ik in mijn schuur, dan is het toch de Yamaha. Oké. Okay. Uiteindelijk. Die is best verzekerd. Nou, hoe was die injectie? Omdat het is namelijk, de Yamaha is namelijk, dat was namelijk de KTM Super Duke van dit drietal. Power onderin. Lekker. Ja. En dat maakt het heel feestelijk om die Yamaha te rijden. Hoe was die injectie? Want ik heb die MT-team waar ik mee op vakantie was in de tijd, was die injectie wel heel... enthousiast. Goed. Aan uit. Goed. Oh, was goed. Oh, mooi. Goed. Oké, cool. Goed. Cool. Ja. Laat ik zeggen, in de B-modus, waar iedereen in rijdt eigenlijk, want het beste compromis, kan hij een enkel... Is hij net even wat scherper, zeg maar, als je een rotonde neemt. Maar nog altijd goed. En het onderscheid, en dat vind ik wel heel belangrijk, en dat hebben de Japanners altijd minder in de gaten gehad dan de Europeanen. Het onderscheid in die rijmodi is heel erg goed. Mm-hmm. Als jij woonwerk gaat doen, doe je het gewoon in C. Ja, precies. Prima. Ja. Weet je wat? Ja. D is ook een hele goede regenmodus. De A-modus, waar niemand in rijdt, en dat vond ik een openbaring bij de Yamaha. De A-modus, want iedereen zegt, dat is veel te nerveus en zo allemaal. Dan denk ik van, ja... Maar die ene keer dat je denkt, van, nou, nu ga ik toch eens een potje vlammen. Dan knal je hem in die A-modus en dan gaat zo'n ding vliegen, jongen. Zo'n Yamaha. Serieus waar, denk je, 166 pk. Nee, zo'n ding gaat echt vliegen van onderuit. Ja. Dus dat vond ik heel erg goed. Minste punt van die Yamaha, toch weer voorremmen. Oh, echt? Ja. Wauw. Okay. Ik snap er geen reet van. Ik heb altijd met R1's van de laatste 10 jaar ook, dat ik van. Oké. Daar heb ik niet zo vaak op gereden de laatste jaren, maar... Nooit echt een sterke punt geweest. Vergeleken bij die Brembo Stilema van de Ducati. Ja. En ook de BMW, want dat is dan nummer 1. Ja. Mag ik nog even het uiterlijk van die Yamaha hebben? Ik wilde net zeggen, die is zo lelijk. Man. Ja. Nou, ik vind het... Ja, maar ho even, dat zijn ze alle drie, toch? Dat is zo meteen die BMW, zeg. Mijn god, maar nee. Laat ons zeggen, dat die Ducati, die kan je nog voor het café parkeren en echt... zijn, dat je zo'n die is wel heel nee, die ziet er wel heel dat goed vind uit. Ik bij die BMW de vleugels heb ik mijn twijfels bij die maar, koplamp ja echt kan nog net maar die Yamaha sorry ik ervoor bij de eerste versie met de Transformer koplampen kon je nog zeggen van oké, het is speciaal, je bent ervoor of je bent er niet voor, veel mensen vinden het archi lelijk, anderen vinden het echt nog wel mooi, ik vond het nog wel kunnen met die fluo kleurtjes. Maar wat ze er nu van gemaakt hebben, sorry, nee. Te gekunsteld. Het is heel persoonlijk. Maar, dat is het goede woord. Wat ik vaak lastig vind bij die MT-10, is dat ik bij veel motoren vind, die ziet er stoer uit, omdat het een stoere motor is. En bij Yamaha hebben ze tegen de designer gezegd dat ze een stoere motor moesten gaan maken. Ik snap dat, wat je bedoelt. Dat is exact wat ik bij de MT-10 weet je wat het is? Dat doet me een beetje denken aan die... zo'n oerlelijke auto waar je verrassend genoeg best wel veel Fiat oude mensen... Multipla. Nee. Dat is heel wat anders. Nee, mooi ding, man. Nee, die Fiat 500. Toyota, hoe heet dat? CRV of zo? Zo'n special... Dat is een Honda. Toyota. Honda heeft de HRV en Toyota heeft de CRV, volgens mij. Zoiets. Die afschuwelijke... Met al die rare punten en zo. Met al die rare punten. Ja. Dat, echt ja. Vreselijke auto. Nou, dat, is een beetje, dat is een beetje ondertussen MT-team. Is er iemand zelfmoord al... Harakiri aan het plegen met een stembord. Nee, maar het is niet zo ingewikkeld, want... MT-09 is gewoon een veel mooiere motorfiets. Ja, MT-125 al. Het is dus ik vind de MT's, ik rijd er dan zelf mee eentje, maar ik vind ze allemaal niet zo ontzettend mooi qua design. Maar die MT-10, de nieuwe, daar had ik maar goed, tegelijkertijd echt wel moeilijk mee. Is ook zo, die Ducati, die heeft de pose om voor de kroeg te zetten. Absoluut. Maar tegelijkertijd, als je gaat kijken, in 2 jaar tijd trouwens, is dat ding 3000 euro duurder geworden. Hè, trouwens. Ja, Ducati? Even tussen dingen. Smackles. Ja. Oh. In 2 jaar tijd trouwens, want die test deed ik toen... Dus 3000 euro bijgekomen. Het ding is nu 31.000. En dan ga je kijken. En dan kan er nog, godverdomme, nog niet eens een carbon spatbordje vanaf. Wauw. En die lelijke... 31.000 euro. 31, in de Audi kleur. Want nu is de rode is dan weer 300 euro goedkoop. Oh, dat scheelt 31.000 lekker. Euro voor een Street Fighter. Ja, sorry hoor. Wauw. Ja, ik zou het moeten opzoeken wat het in België is. Dat gaat natuurlijk een stuk minder zijn met die BPM. Maar het blijft schofterig duur. Dat en vooral in vergelijking met de Yamaha. Hoeveel scheelt die? Scheelt 10 mil. 10 mil? Dat is... Nee, 9,5, sorry. Wauw.
Ja. Oh, nou, dat scheelt. Ja. 9,5 miljoen. Oh, dan is het goed. Ja, en de... ja nee, weet je, dat, ja. Sorry hoor, maar dan moet je ophouden. Ja, en dan wil je ook waarschijnlijk niet weten wat de prijs is voor zo'n volledige Akrapovic verderop. Ja, of, ja of heb termies, ik gekeken. Het volledige systeem is 7.500 euro. Ja, bam, hop. En de vervangingspijp, want zeg maar zelfs zo'n Street Fighter en Panigale uitlaatsysteem, dat eindstuk is nou ook niet echt mooi. Mm-hmm. Maar wil je hem van de firma Akrapovic hebben, dan betaal je 5.500 euro. Ja, ja, voor een slip-on. Doe God. Alleen voor de demper? Ja. Ja, weet je, doe even normaal. Maar wie een Super Naked koopt, die kijkt niet alleen niet naar het benzineverbruik, maar die kijkt ook niet naar het geld. Nee, dus, kijk, dan zeggen wij altijd van ja, BMW, ja, weet je, je moet alle opties erbij kopen. Maar een standaard M1000R met 210 pk kost 25,5. Oh. Ja, het is wel grappig. Ja. Ja. Maar jullie hebben... Ja, weet hadden het, de persdemo's van BMW zitten altijd... Wij hadden dat bomvol meesterwerk. We hadden carbonwielen erop en de hele rotzooi. Ja, ja, dat is hartstikke jammer ja. dat dat erop zat. Want zo'n ding kost natuurlijk dan in één keer 32 mil. Wat trouwens... Ja, nee, maar weet je, dan zitten er dus carbonwielen op, carbonfiber overal, allemaal van die geanodiseerde Coco Petalo spullen op en zo, weet je wel. Ja, ik vind het helemaal niks. En zo. Maar dan is hij nog maar 1000 euro duurder dan zo'n Ducati met carbon spanborden. Voordat je hem gaat beschrijven. Ik was laatst op een circuitdag waar ik niet gereden heb op het circuit overigens. Daar hadden ze een M1000R hadden ze klaarstaan. Daar bleek dat die carbonwielen hartstikke leuk is, maar dat het heel lastig is om banden te vervangen op die dingen. Dat niet iedereen dat netjes kan en durft. Want dat is ook heel veel werk is dat. Klopt. Ja, dus als je circuitdag denkt, even een ander setje eronder. Nou, als jij ook gaat kijken, want ik ben dus even een BMW-forum in Amerika opgegaan, of een internationaal forum of zo allemaal. Het gesodemieter met carbonwielen. Succes. Dat bij BMW, en zeker de eerste series, dat er heel veel cracks, scheurtjes ontstonden bij die spaken. Ja, of doe even een stoeprandje. Ja. En inderdaad ook, dus dat inderdaad dat als je een beschadigingetje hebt aan een carbonvelg, dat de lak er dan, of tenminste de deklaag dus vanaf gaat en dat die langzaam gaat leeglopen. Maar de bandenwisselaar op circuit zei dus een uur nodig te hebben voor twee velgen. Nee. Ja, want dat moet allemaal helemaal precies netjes, zo goed als met de hand, niet even met dat bandenijzer ertussen en dat ding laten draaien. Nee, dat is echt, maar afijn, M1000R, nummer 1 hoor ik zojuist van jou. Is dan de enige overgeblevene? Ja, dat is de enige overgeblevene, zeker. Hij heeft één groot nadeel. Boven de 200. Oh, echt? Pan-European zoeken. Wow. Echt? Veel beweging. Je moet het even omschrijven, want niet iedereen kijkt naar de beelden. Zo. Nou ja, goed, maar ze zien dit wel. Oh nee, ze kijken. Nee, ja, precies, dat zien ze dus niet. Nee. Een hele lichte voorkant. Oh, echt? Okay. Wow. Dat ondanks je eigenlijk... die wings en shit. Ondanks die wings, ja, maar dat is het probleem natuurlijk. Kijk, Ducati die heeft van die wings erop zitten. Die doet bij 220, gaat er 36 kilo luchtdruk op, zeggen ze. Ja. En bij BMW maar 11. Ja, daar ga je al. Nou, daar ga je al. Wat een onzin. Ja, wat een onzin. Ja. Nee, kijk, zo'n BMW die vliegt gewoon. Dat gaat echt. Het is ongelooflijk hoe snel dat is. Maar kom je zeg maar bij een windstille situatie op een egaal wegdek. Kom je zo na de 180 begint dat echt aan de voorkant zeer serieus licht te worden. Dan gaat hij pendelen dan? Of echt serieus bewegen? Ja, dat serieus dat gaat bewegen. Omdat je te traag aan het rijden bent dan? Of, Nou, dat ik dan... Ja, dat die winglens nog niet kunnen die voorkant in het asfalt graven. Ik dacht van, nou, dit is toch geen naderende tankslepper of zo? Want daar heb ik dus even helemaal geen zin in. Wauw, ja. Wow. Oké, maar dat toch nummer 1. En toch dan nummer 1. Ja, want dan denk ik maar aan de mensen die dan niet harder dan 200 rijden. Ja. Ja, ook weer. Weet je, hij zit het sportiefste. Hij was al dus 32.000 euro, de versie waar jullie op reden. Ja, precies. Okay, ja. Hij zit het sportiefste, maar ja, het is ook wel de stoerste zit daarbij. En het mooiste is, ja, dat is dan wel weer het pluspunt van zeg maar, die instabiliteit waarschijnlijk. Het stuurt gewoon gigantisch mooi zo'n ding. Het is het een of het ander. Mm-hmm. Ja, klinkt wow. Ja. En dan inderdaad, dan is het jammer natuurlijk dat wij dat ding met carbonwielen hadden. Ja. Want je zou liever natuurlijk de gewone niet hebben gehad. Vergelijking kan maken. Toevallig hebben we dan nog wel, heb ik dat nog wel een beetje tussen mijn benen zitten, zeg maar. Wat? Maar heb ik dat tussen de eerdere ervaring met de S1000R en die stuurde ook gewoon gigantisch mooi. Ja, ja, ja. Dus het stuurgedrag is echt fantastisch. En het loopt, jongen. Het is echt ongelooflijk. Hij heeft natuurlijk die shiftcam aan boord zitten.
Ja. Dus het middengebied is wel gewoon is redelijk goed gevuld, zeg maar, à la Ducati. Maar hoe die opbouwt naar de hoogste toerentallen, en dat is dan zo rond 14.500 toeren. Mm-hmm. Fucking ongelooflijk. Ja. Ik vond dat onderin heeft hij een beetje wat, want dat is bij die viercilinders natuurlijk vaak. Het punt is dat je, als jij ook ziet, hij is natuurlijk, hij is door de fabriek nog best wel teruggetuned in de tweede, derde, vierde, vijfde versnelling. Oké, okay, echt teruggetuned. Want meestal zeggen ze, we doen wat eraf aan de top en dan krijg je onderin niks terug in mijn beleving. Er zijn zelfs video's uit Amerika van een bedrijf, hoe heet het nou, BT Tuning of zoiets. En die hebben echt aangetoond dat je in de tweede versnelling kan je in het middengebied 50 pk winnen op die BMW. Wat? 50. Ze hebben doelbewust, heeft BMW dat ding, ja, Afgevlakt. Ah. Om het niet te gek te maken. 50? 50 pk. Je ziet dan echt die power afgifte, zie je. Of dat dal wat er is, zeg maar, in de standaard S1000 in het middengebied, in de tweede versnelling, zie je dan helemaal opgevuld worden. Okay. En dan gaan zij ook, ze gaan dat dan ook testen ook, hè, op straat. Ja, ik weet niet hoe ze dat doen daar in Amerika, maar hoe die gasten rijden, dat is echt onvoorstelbaar. Maar dan zie je dus ook dat ze echt gewoon aftellen, 3, 2, 1, en dan met twee van die dingen, precies dezelfde S1000R ook, met die carbon shit. Ja. En dan vol gas in ze twee, en dan zie je die andere, die zie je echt als een raket worden. Weggaan. Ja. Dus er zit nog veel meer in zo'n S1000R. Ja. M1000R. Of S1000R. S1000R. Ja, oh, okay. M1000R. Sorry, M1000R. Ja. Okay. Oh, dus sorry. Overal zeg maar M1000R toch winnaar. Ja. Hoewel ik wel daar een project in ziet om hem stabiel te krijgen aan de gene zijde van de 200. Ja. Weet je, vind jij mooi? Nee, vind jij mooi? Nee, ik vind het ook niet mooi. Vind jij mooi? Nee, absoluut. Maar weet je wat, eerlijk gezegd, bij die naked bikes. Nee, maar het is toch moeilijk om er echt een mooie bij te zetten. Super Duke vind ik erg mooi. Ik vind een Aprilia Tuono erg mooi. Ik snap wel. De Tuono vind ik. Maar die Tuono, ja, kijk, dat is het verhaal dat we al hebben aangehaald. De tests die we in de Benelux doen, dat is altijd voor de tweede plaats. Want de Tuono die kunnen we niet krijgen omwille van de importeur. Dat is heel moeilijk. Ja. Maar daar weet iedereen van dat dat gewoon het ding is. Ja, de motor die je wil hebben als je toevallig naast een dealer woont. En maar blindelings, rest... kan je zeggen dat hij, en blindelings kan je zeggen dat hij het beste stuurt. Ja, dat ook. Ja. April, dat ook. Naast een dealer woont, want? Ik zou niet zeggen dat de betrouwbaarheid zo'n probleem is, want er wordt tegenwoordig met die RSV's ook wel veel geraced. Maar ja, je wilt toch het dealernetwerk in het algemeen, en dan spreek ik zeker voor België, is nu gewoon eenmaal niet zo dik gezaaid als bij een BMW of een Ducati of een Yamaha. Want om dan even verder te gaan, een paar seizoenen geleden hebben we die tests meerdere keren gedaan met de Super Nakeds, met dan één keer met een Tuono erbij, die uiteraard won. Eén keer nog eens met een Super Duke erbij. En ja, hoe meer dat je dan met dat soort motoren reed, hoe meer ik tot de vaststelling kwam dat het eigenlijk altijd een kwestie van smaak wordt. Hè? Want ze zijn zo aan elkaar gewaagd. Op de openbare weg kan je ze nooit ten volle benutten. Zelfs op circuit moet je echt al een hele goede piloot zijn om daar het maximum uit te gaan halen. Ook omdat het zo anders is dan het racen met gekuipte motoren. Dus dan wordt het puur een kwestie van smaak. En inderdaad, die Ducati, dat weet je, die gaat er op circuit veel beter uitkomen dan op de openbare weg. Weet je die MT10 die gaat onderin een stuk sterker zijn met dan die Super Duke die op de openbare weg van onderuit echt de overtreffende trap van koppel is. Ja. En dan heb je die BMW, die naar mijn beleving, ik zou die nooit op één hebben gezet, omdat hij is misschien de snelste en hij is ontzettend efficiënt. Maar ik vind hem een beetje saai worden. En de motor waar we het dan nog niet over gehad hebben, dat is de Speed Triple, die voor mij ontzettend hoog scoort. Ja, en die in België, ik weet niet of het de goedkoopste was, maar die was echt wel een stuk goedkoper nog dan de rest. Dus heel veel factoren die meespelen. En ik vind waar zijn de tijden gebleven dat we die grote vergelijkingstesten, dat daar budget voor was? Die motoren in het perspark zaten, überhaupt. Ja, dat ook nog. Ja, want ik weet niet of een Speed Triple denk dat we wel zouden kunnen Die zal dit jaar nog wel in kleine kanttekening nog wel even gewoon van. Ik denk dat in de absolute zin, als je alles afweegt, dat dan die M1000 het beste alternatief is. Maar ik zou dan de Yamaha in mijn schuur zetten. Ja, dat. Okay. Maar dan zou ik dan wel een hoop aan versleutelen op de een of andere manier. En ik ben ervan overtuigd, als je met die drie motoren ook nog op circuit was gaan rijden, dat dat weer een ander beeld was geweest. Ja, dan was die Yamaha afgehaakt.
Vermoed ik wel. Gegarandeerd qua zitpositie, qua grondspeling en alles. Mm-hmm. Nee, klopt. Dat snap ik wat je dus, bedoelt. Dus ik zou die MT10 meenemen. Oké. Okay. Gewoon als bruikbaar feest. Hier kunnen we dus duidelijk nog lang over verder praten. Want het brengt ons wel weer heel mooi bij het volgende onderwerp. Want ja, jij bent dan net met die naked bikes loeihard gaan rijden. Uiteraard binnen alle legale limieten en enkel ja, te alleen snel, in snel, Duitsland. Te snel alleen op de autobaan. Closed track bij professional riders. Ja, in België was er wel weer wat te doen over snelheidscontroles. Oh ja. Ja. En ik moet even het artikel erbij nemen hoor, want dit was iets te uitgebreid om van buiten te leren. Maar er zijn dus in België 6,1 miljoen boetes uitgeschreven vorig jaar. Voor snelheid. Snelheid alleen? Puur voor snelheid. Ja. Dat is nooit eerder gezien cijfer. Het was, ik geloof, bijna een derde meer dan het jaar ervoor. Elke maand zijn het er meer dan 500.000. Snelheidsovertredingen zijn goed voor 80% van alle verkeersinbreuken. Dat is bij ons ook. In de algemene media werd er niet dieper ingegaan op motorfietsen. Maar ja, we weten als motorrijders dat wel een issue is. Dat valt mee. Dat valt mee. Het lol is namelijk, ik heb het wel eens opgevraagd hier in Nederland. Elk jaar vraag ik het op zelfs. Percentage motorrijders. En dan blijken motorrijders. Alleen het beroerden is, je kan daar nooit. Motorrijders zijn dan een percentage van 0,0 niks. Ja. Maar dat is niet eerlijk, omdat je eigenlijk kilometrages erbij zou moeten gaan halen. Ja. Je kan wel zeggen, er zijn zoveel motoren en zoveel auto's, dus hebben motoren veel minder bekeuringen dan auto's. Ja. Als je de kale cijfers neemt. Mm-hmm. Maar er worden veel meer kilometers afgelegd met auto's dan met een motor. Ja. Ja. Het straffe aan de cijfers was natuurlijk wel dat er een aantal dingen niet duidelijk bekend werden gemaakt en waar ik dan wel vraagtekens bij stel, want met statistieken kan je tenslotte alles aantonen. Maar er kwam dan naar boven bijvoorbeeld dat de provincie Antwerpen koploper is. Daar worden de meeste boetes uitgeschreven, wat mij ook logisch lijkt, aangezien dat jij daar woont. Ik daar woon in de eerste plaats, maar dat daar ook gewoon meer verkeer passeert dan bijvoorbeeld in Limburg, om maar iets te zeggen. Ik heb gehoord dat zelfs Suzuki's van Alwilliën van vorige flits worden daar. Daar gaan we het niet meer over hebben. Maar waar dus ook veel controles zijn, en dan kwamen we ook aan bij trajectcontroles en vaste flitspalen die het best vertegenwoordigd zijn in bepaalde provincies. En dat wel voor een beetje een vertekend beeld zorgt. En ik stel me dan ook de vraag, vooral bij dit onderzoek, van in welke mate stijgt dat aantal verkeersinbreuken mee met gewoon het verhoogde aantal controles. Ik denk dat er was nu heel veel te doen rond de trajectcontroles in België, die steeds uitgebreider en uitgebreider Jullie worden. Hebben er 200 stond vanmorgen bij mij in de krant, hier in Nederland. Ik weet het cijfer niet van buiten, maar ik weet dat het er redelijk veel zijn. Maar vooral ook dat er heel lang wel trajectcontroles klaar stonden, maar die dan niet effectief in gebruik waren. En vanaf een bepaald moment dat ze in gebruik gaan, dat het dan in één keer ontploft. Ja. Dus misschien is dit gewoon echt een piek die we zien nu in het aantal snelheidsinbreuken. En dat die wel zal dalen, naar gelang dat mensen weer gewend geraken aan die trajectcontroles. En dat er weer snufjes op gevonden worden, apps, et cetera, om het te ontwijken. Maar langs de andere kant denk ik ook van als ik naar mijn eigen rijgedrag, maar ook de mensen rondom me kijk, dan heb ik gewoon het idee dat hoe meer controles je gaat doen, hoe meer mensen er nog tegen de lamp gaat lopen en dat we nog lang niet aan een piek, aan die piek zijn. Nee. Want 6 miljoen per jaar, hoeveel inwoners heeft België? 11 miljoen ongeveer. Ja. Ik geloof dat wij hebben voor, even uit mijn hoofd, want ik heb dat niet dat cijfer opgezocht voor Nederland. Ik meen dat we vorig jaar in Nederland 8,5 miljoen verkeersboetes hadden. Ja. Waarvan ook, ik meen, 6 miljoen snelheid was. Maar dat is het makkelijkste te meten. Dat is de grap natuurlijk. Snelheid is makkelijk cashen. Apparatuur ophangen, trajectcontroles. In België vind ik trajectcontroles wel slim, want alle trajectcontroles die ik ken, daar hou ik me ook aan de snelheid. Exact dat. Ja. En dan rij je op de A2 vooral als een debiel op een 6-8 banen naast elkaar rij je toch gewoon heel braaf 100. Ja. Mm-hmm. Ja. In Nederland is er dan weer gedoe over bezwaren daartegen. Ik weet niet of dat in België dan ook speelt. Bezwaren tegen de bezwaren tegen, tegen een bekeuring die je krijgt. Okay. Je kan no cure, no pay, kan je bedrijfjes voor jou een bezwaar laten insturen. Oké. Okay. Dan mag je me de adresgegevens eens van Dori. Ja, nou. Zij zeggen dat ze 1 op de 4 van de bekeuringen ongedaan krijgen. Dat soort clubjes. Dus van de mensen die wat ingestuurd hebben.
Daar gaan nu allerlei mensen tegen de hoop lopen. Die zeggen, ja, daarmee wordt het rechtelijke systeem, het juridische systeem om zeep geholpen. Want dat loopt natuurlijk helemaal vast. Want dan denk ik, nou, daar heb je zeker een punt. Ja. Maar aan de andere kant, wie is er nou begonnen met een enorme industrie maken van snelheidsbekeuringen? Door 6 miljoen snelheidsbekeuringen uit te delen. Ja, ja dat, sorry hoor, boontje komt om zijn loontje. Ja. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Het is ook een kwestie van alles maar gewoon in dat juridische systeem te pompen. Je ziet het ook met asielzoekers natuurlijk. Al die procedures. Ja. Het hele systeem loopt vast. Ja. Dus misschien als jij inderdaad iets aanvecht via zo'n bedrijfje. Misschien dat pas over 5 jaar jouw geval aan de beurt is, of niet? Nou ja, dat is vooral een punt natuurlijk ook. Dat daardoor het juridisch systeem ook in België. Want straks gaat ook iedereen. Als er zoveel bekeuringen komen, komen er ook meer protesten tegen. Ja. En nou ja, dan denk ik van dat. Hm. Misschien nog even erbij halen wat de andere verkeersinbreuken waren in 2022, die veel lager scoren. Stilstaan en parkeren, ook iets wat relatief gemakkelijk te controleren is. Scannen auto's. 500.000. Ja. Dan was er een algemene wegcode, overtredingen tegen de wegcode. De rest zit ook aan een 400.000. Dan gsm-gebruik in de auto, je smartphone. Die zit nog maar op 100.000. Lijkt mij ook al ontzettend... Wel een heel populaire, want laten we eerlijk zijn, veel mensen zitten op hun telefoon in de auto. Ja. Maar veel moeilijker te controleren. En dan komen we bij technische eisen, verkeerslichten, rijbewijs, alcohol... onbekend is blijkbaar ook een categorie inschrijving. Gordel en kinderzitje, verzekering, zwaar vervoer, drugs, helm, kledij staat er grappig genoeg ook tussen met 8000 overtredingen en andere. In België moet je motorkleding hebben? In België, dat is wel een dingetje, een verschil tussen België en Nederland. Wij zitten met een kledingplicht op de motorfiets. Je bent verplicht om kledij te dragen, waarbij zogezegd het hele lichaam bedekt is. Dus als je en hoge schoenen en een helm uiteraard, en handschoenen. Ik zie altijd van die filmpjes van zo'n mevrouw, die heeft dan zo'n jurkje aan, zeg maar. Ja. En dat is niet alles heel erg bedekt. Ja, dat is niet in België. Ja, dat weet ik niet. Op internet heb ik wel eens gelezen. Nee, maar dus je kan eigenlijk gewoon ook in een lichte broek en een hemdje gaan rijden met je handschoenen, helm en hoge schoenen aan. En dan ben je ook verkeersreglement technisch in orde. Ah, okay. Ja. Maar het is dus een beetje een rare wet. Wat ik zelf daar steeds jammerder aan ga vinden, is dat al die dingen geautomatiseerde vergrijpcontroles zijn. Ja. Hier in waar ik woon heb je parkeervergunningen nodig. Nou, daar rijdt dan een scanauto door de straat. Man. Wanneer ben je voor het laatst zelf door de politie gecontroleerd? Of staande gehouden voor een bekeuring? Meer dan 10 jaar geleden. Dat bedoel ik. Jij, Joost? Ja. Ja, zoiets, hè? Ja. Ik zou het gewoon niet meer weten. Wanneer je gewoon van de weg gehaald werd van meneer, u heeft te hard gereden. Of meneer, u heeft dit gedaan. Of meneer, u heeft dat gedaan. Ja. Dat is gewoon echt... Dat is echt, dat je nog wel een beetje kon praten ook, weet je wel. Van, joh, nou, dat niet alleen, maar ook gewoon dat je er rechtstreeks op aangesproken op jouw fout werd. Ja. En nu krijg je... Ja, maar dat je er ook al... Is het alleen maar sturen met geld. Je krijgt een ding, je schrijft het af. Je voert het in je app in en het is weer klaar, is zeg klaar. Maar. Het is... Vroeger had je tenminste nog zo'n leuke verhalen, hè? Nee, maar... Want met dat je het nu zegt, gaan er meteen zo'n aantal situaties door mijn hoofd... waar ik dacht van... Ja. De politieagent die hier aan staande houdt. En ik zal er nu niet dieper op ingaan, want daar kunnen we hele podcastafleveringen mee vullen. Maar inderdaad, dan krijg je of een preek of ik begrijp het wel. Of van, voor motor is met dat? Met die naked bikes, weet je wel, die zware kanonnen. Ja. Stonden we daar bij de fotografie en er komt inderdaad een auto aan, weet je wel, politie. Ja. En ze weten echt wel waar wij daarvoor zijn. Niet om een beetje een potje te gaan macrameën of figuurzagen daar, Punneke. Weet je wel. Dus, vinden ze prachtig, jongen. Oh, mooie toren en zo, weet je. Ja. Maar zulke gesprekken, dat bestaat helemaal niet meer. Nee, klopt. Tegenwoordig is gewoon flits en een week later flits de boet in de bus. Ja. Die misschien motoren heel leuk vinden, weet je. Sterker nog, ik denk dat je straks automatisch in kan stellen dat als die bekeuring komt, dat die automatisch betaald wordt. Ja. Dat je dan opeens... Creditcardnummer of zo. Ja, €80, nou jammer. Ja, dat moet je niet instellen. Dat zullen zij waarschijnlijk wel ontwikkelen. Automatisch van je loon ingehouden wordt. Dat hoef je zelf niet te doen. Ja. Wanneer is het laatst? Hebben jullie eigenlijk ooit geprotesteerd op een boete? Ik heb er nog eentje lopen voor. Ik woon hier in een vergunninggebied. Uiteraard. Maar dat is voor parkeren dan. Parkeren. Zeg maar. Okay. Dus, en ik heb ooit een bekeuring gekregen. Dat is wel grappig. Tussen de file doorrijden. En dat is best een ingewikkeld dingetje. Oh, God, jee. Want je mag in Nederland tussen de file doorrijden. Maar dat is gedoogd. En de grap is dat als het verkeer al een beetje begint te rijden. En je haalt rechts iemand in. Gedoogd, dan mag gedoogd. Het niet, maar ze laten het gewoon toe. Klopt. Door de vingers. En dus officieel mag je niet. Ja, maar dat is dan wel door een aantal belangrijke partijen afgesproken. Dus ook de verzekeringen en weet ik veel wat. Alleen als het verkeer weer gaat rijden, dan op een gegeven moment slinger je er nog eens een beetje tussendoor op je motor. Nou, dan haal je iemand rechts in.
En dat gebeurde mij dus al wel langer geleden. En ik word daarna door een politieauto van de weg afgehaald, want ik heb rechts ingehaald. Terecht, maar toch weer niet. Want er zijn twee redenen waarom je in Nederland wel rechts in mag halen. Eén is rechts van de blokmarkering, dus in een weefvak, zeg maar. Ja, ja, ja. En twee is in een file. Als het verkeer in file rijdt, mag je rechts inhalen. Want anders zou je... Maar tussen de stroom door. Niet rechts van... Nee. Je mag gewoon in file. Ja, als de rechterfile mag de linkerfile inhalen. Ja, precies. Want anders sta je stil. Ja, en dan gaat de rechterfile rijden. Rechts inhalen. Dus er zijn twee uitzonderingen waarop je wel rechts mag inhalen. Maar ja, bewijs maar eens dat je niet in file stond of wel in file stond. De grap is, file wordt niet omschreven in de Nederlandse wegenverkeerswetgeving. Dus ik heb dat verhaal toen laten voorkomen. Netjes naar de kantonrechter in Hilversum was dat toen nog geweest. En daar, want eerst had ik het schriftelijk. Schriftelijk ben je altijd kansloos. Dat is gewoon een waste of time. Maar, en toen netjes voor laten komen. En toen ben ik uiteindelijk vrijgesproken. Dat dus ja, serieus. Ja. Ja, dat was wel mooi. Ja? Ja? Nee, nooit in beroep gegaan. Ja, wel één keer. Maar dat was voor een bestelbus die verkeerd geparkeerd stond. Maar niet met de motorfiets... Je hebt gewoon altijd meteen toegegeven. Gewoon betalen. Ja, betalen en geld is het probleem niet. Dus, Geld speelt geen rol. Nee. En jij dan, Arno? Maar ook een keertje. Ik heb ook in een dag een keertje €860 afgetikt. Oh. €860. Oh. Die was wel redelijk. Maar ja, geld speelt geen rol. Geld speelt geen rol. Nee. Ja, en jij, Arno, ja, jij dan? Ik heb nog één leuke andere die ook wel aansluit bij het onderwerp. Dat was in België over tijd een kerel. Op de eerste dag dat alle trajectcontroles effectief aangezet werden... was die van, weet ik veel, ergens in Limburg of in Wallonië naar de zee gereden, dus over alle mogelijke autostrades. En die had ook zo'n verhaal van op één dag voor meer dan €1000 aan boetes bijeengereden in de snelheidscontroles. En dat is mij gelukkig nog niet overkomen, voornamelijk ook omdat, en dit blijft tussen ons motorrijders, maar de meeste trajectcontroles in België, die flitsen op de achterste, op de voorste nummerplaat liever, waardoor je er als motorrijder wel eens kan aan ontkomen. Ja. Vraag me nu niet meer naar het hele technische aspect daarvan. Er zijn er ongetwijfeld ook die wel op de achterste nummerplaat werken, maar er zijn er enkele heel bekende waar het ook algemeen van geweten is dat je als motorrijder er eigenlijk geen rekening mee... dat zei ik verkeerd. Waar je als motorrijder niet betrapt kan worden, mocht je de intentie hebben om je kan snel te rijden, klapmechanisme. Die je natuurlijk nooit hebt. Ja, dat. Klapmechanisme met dat je kentekenblaad. Ja. Maar wat heb ik zelf al laten voorkomen? Ik heb wel eens geprotesteerd op een snelheidsovertreding, omdat het ook gebeurd was tijdens een vergelijkingstest. Waarbij we dus heel vaak met geleende motorfietsen en van motorfiets wisselen en dit en dat. En het was heel moeilijk om echt... We wisten het zelf ook oprecht niet meer om te traceren wie wat gedaan had. En dan is het uiteindelijk moeten voorkomen. Ik heb eerst de foto opgevraagd, maar omdat het niet mijn motorfiets was, dus die stond niet op mijn naam, moest het via de importeur passeren en dan nog via het bedrijf waar ik toen werkte. En dan kwam het pas bij mij terecht een jaar later... moest ik me gaan aanmelden, was die agent er niet. Lang verhaal. Maar het is voorgekomen. Ik ben daar toen naartoe gegaan en ik heb me aangemeld samen met een advocaat om de foto op te vragen. Die foto konden ze niet voorleggen en toen is het meteen geseponeerd geweest. Ja, ben je klaar. Dus ik weet niet, nog altijd niet of ik er toen echt geluk mee gehad heb of niet, maar in ieder geval, dat is... Het is gewoon weggegaan uit zichzelf. En het is grappig, want ik had nu uit Frankrijk nog eentje lopen. En daar had ik dan wel op geprotesteerd, omdat die in het Frans opgestuurd was naar Vlaanderen. En ik had gewoon meteen gezegd van, ja, kijk, ik wens op zijn minst in het Nederlands aangesproken te worden. Wat in Europa je recht is als je boete krijgt. En soms kan je er echt wel onderuit. Jullie Belgen zijn er ook handiger in dat spel, hè? Ja. Waarschijnlijk. Maar, nee, wat een bak, hè. Ik kan je er ook meteen bij vertellen dat ik het volgende keer niet meer zal doen. Ik kreeg nu meteen de volgende boete in het Vlaams in de bus van gelieve zoveel extra bij te betalen. Extra kosten dossier, voor de vertaling. Het was meer een dossier. Ik ken nog wel een goede vertaler in België. Vertraging. Jezus, dat, maar het was ook weer zo een lulverhaal. En ook gelukkig, want om dan terug te komen op ons onderwerp, het ging ook over een hele kleine boete, maar ik geloof 5 of 10 km/u te snel. Okay. En als we zien dat de cijfers, daaruit blijkt dus ook dat die overtredingen van 0 tot 10 km/u te snel, dat ongeveer een 400.000
overtredingen zijn. Ja, ja, dat is het, weet je wel. Ja. Dus, ja. Kijk, maar, in België is de 1 kilometer sorry, heel duur, toch? 4 miljoen ik bedoel ik. Ik verkijk me 4 miljoen natuurlijk. Ja, ja, ja. En dat de echte, de zware overtredingen, dat echt, en dan wil ik zeggen, meer dan 40 kilometer per uur te snel, gaat hier over een kleine 37.000 overtreders op 6,1 miljoen. Dus ja, elke is er eentje te veel, maar... Ja, ja, ik had het vorig toch, jaar, denk ik nu weer, tax. Ik had een bekeuring in Duitsland, ik had er een in België en ik had er een in Frankrijk. Dus ik was er wel een beetje klaar mee toen. Ja. Op de motor. Eén in de auto, twee in de auto in Duitsland. In een of andere K-dorpje waar je s'avonds om 11 uur van wel recht in je gezicht geflitst wordt dan. Ja. Bij de Sachsenring was dat voor de GP. In hetzelfde dorp twee keer. En in België en in Frankrijk dan. Maar het, ja, het is wel zo, dat is een beetje het probleem. Hebben we nog tijd? Ja, ja. Nog even. Ja, nee, dat is wel een beetje het probleem met dat testwerk wat we dan doen. Wat jij nou ook zegt, weet je wel. Van je zit met verschillende dingen en je wilt toch een klein beetje zo'n motorfiets getest hebben. Ik bedoel, ja, maar daarom wissel ik ook altijd fighter. Bij persintroducties wissel ik altijd van motor. Je moet altijd van motor wisselen. Echt waar, want ze zeggen altijd, ja, Van der Valk, jij hebt nummer 8. Dan denk je, ja, dat is goed, maar na een uur pak ik gewoon nummer 9. En daarna nummer 10, want dan weet ik zeker dat als... En ik heb ook van een persintroductie nog nooit een bekeuring gehad. Nee. Dus en ze houden dat dan bij, zeggen ze, omdat ze dan weten wie er op de motor gereden. Een praktijkgevalletje, dat was jaren geleden. Woonden we nog in Amsterdam, mijn vriendin en ik. Zij had een Monster 620. En ik had een BMW K... Wat was dat? 1200? RT of zoiets in de test, weet ik veel. Ook schrok al, ik dacht dat hij zei dat hij hem zelf had. Weet je, nee zeg, in de test en zo allemaal. Ja. Dat ding was instabiel, ja, ook al. Wat ja, toen wel. De M1000 dan voor heeft, had hij achter, weet je wel. Ding was instabiel. En toen dacht ik nog van, ja, godverdorie, weet je wel, wat moet ik daar nou mee, weet je wel. Want dat is echt wel een groot probleem. Je kan wel schrijven, ja, ding is instabiel. Ja, maar je moet goed gaan testen. Nou ja, je moet gewoon uitgetest worden. Dus toen heb ik Gert-Jan gebeld hier van dingen. Van Harte. BMW Van Harte. Ja. En zo. En zegt, ja, nou, maar ja, dan moet ook gewoon Michelin zonder. Ik denk, nou, godverdomme, weet je wel. Dan werk je jezelf eigenlijk in de nesten in het belang van BMW. Dus op vrijdagmiddag dat ding naar Van Harte, Michelin's eronder. En toen ben ik zaterdag gaan rijden. Ja, maar ja, je wil wel een beetje doorrijden. Je wil wel een beetje gaan testen. Ja, dus inderdaad, Monnikendam, Marken, prachtig daar zo. Ja. Mag je 80? Nou, ik werd daar gepakt met 151. Ja, terwijl ik ook nog over een dubbele streep heen ging. Zeg maar. Ja, op je achterwiel. Met een joint in de mond. Ja. En mijn vriendin zat daarachter op de Ducati Monster. Waar die reed dan wel minder hard. Maar in ieder geval, we waren redelijk lul. Dus in ieder geval, dus iets van €860 konden we aftikken. Oh. En toen we dit binnenkregen allemaal, toen waren we zo ziek. Toen zijn we s'avonds uit gaan eten. Gewoon om toen kregen we nog €50 parkeerboete. Dus, oh, echt? Maar goed, toen ben ik dus inderdaad naar Raymond Grollet, de bekende hoofdredacteur. Toenmalige. Ben ik naar hem toegegaan. Ik zeg van, ja, jezus, wat me nou overkomen is. Zeg, weet je wel, je test een motorfiets in het belang van een goede test, weet je wel. Mm-hmm. Doe je al je moeite, je laat banden wisselen en je gaat ermee rijden en zo allemaal. En hij heeft uiteindelijk wel betaald. Oh, dus echt? Dat siert hem enorm. Grollet, olé, olé. Ja, niet die van Marianne dan of zo allemaal. Maar hij heeft inderdaad dat wel betaald. Moraal van het verhaal? Je moet dus Michelin zonder die M1000 zitten. Of heb ik het weer verkeerd begrepen? Ja, jongens, ik voel aan, over dit onderwerp kunnen we ook nog wel een paar uur verder praten. Helaas moeten we hier afronden. Dus ik zou iedereen willen bedanken voor het luisteren. Dat was ook een gesloten weg trouwens. In Duitsland. Ja, in Duitsland. We ontkennen alles. Monnikendam, Duitsland, ja. Dat terzijde. Heel veel bedankt voor het luisteren. Vergeet alsjeblieft niet van te liken en te subscriben. En te mailen. En te mailen naar het gekende adres. motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Heel veel bedankt voor het luisteren. Wij waren Jos Overzee, Iwan van der Valk en Arno Jaspers. Tot de volgende keer. Dit was de GroenBurner Motorpodcast.